Welkom, beste kijkers, bij de inmiddels al 74ste opname van Licht op Leiden. Wij hebben als gast deze zondag Eelkje Kommeljon. Een prachtige naam. Kommeljon? Kommeljon. Het gaat heel vaak fout. Kommeljon. Dus, Oké, goed. Ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. We kennen jou in ieder geval, al hebben we misschien wel meer moeite met het uitspreken van de naam, kennen we jou als stadsfotograaf van Leiden. Dat ben je geweest. Ik dacht wel 2 jaar lang, maar het blijkt, heb je me verteld, maar 1 jaar te zijn geweest. Dan heb je in ieder geval grote indruk gemaakt. Dat blijkt, ja. We willen het graag hebben over fotografie in het algemeen. Hoe is het gekomen? Hoe wordt iemand professioneel fotograaf? Daar willen we het graag over hebben. En daarna natuurlijk ook over jouw ervaringen als stadsfotograaf van Leiden. Maar eerst beginnen we altijd zo'n gesprek met de vraag, hoe is het allemaal gekomen? Dus waar kom jij vandaan? Uit wat voor gezin? En hoe zit het allemaal? We doen dat, dit hele gesprek, zoveel mogelijk aan de hand van foto's die wij samen becommentariëren. Ja, maakt voor mij het leven ook makkelijker. Oké. Ja. Oké, het begint met deze eerste foto. Ja, inderdaad. Die zou je niet zelf genomen hebben, nee, maar jij bent het wel. Nee, het was geen selfie. Ik denk mijn vader, die hield ook van fotograferen. Ja. En filmen trouwens. Ja. En ik kom uit Zoetermeer en ik heb een oudere broer en een oudere zus. Mm-hmm. Dus ik was echt een nakomelingetje. Ja. Natuurlijk een beetje verwend geraakt. Ja. En, dat zie je hier nog niet hoor, nee, moet ik zeggen. Nee, je ziet het nog niet, maar wel een wijze blik al gelijk. Ja. En we woonden echt heel mooi. Ik ben opgegroeid aan een meertje met de weilanden daarachter. Okay. Ik kom er nog steeds elke week in dat huis. En het was een heel fijne plek om op te groeien. Mm-hmm. En met een broer en zus die ouder zijn dan jij, dat maakt het leven ook wel makkelijk. Ja, ja, daar hebben we geloof ik ook een foto van. Ja, hup, hier zijn ze. Zullen ze misschien niet blij mee zijn? Waarom niet? Waarom zullen ze daar niet blij mee zijn? Nou ja, weet je, ik vind het leuk hoor. Maar die leuke beugelbekkies zo. En, ja. Ik vind het een gezellig beeld. Ja, je lijkt op zowel je vader als je moeder, vind ik. Ja, dat vind ik ook. Ja, ja. Ja, klopt. Ja, ik ben niet van de melkboer ook. Nee. Nou, dat zeker volgens niet. Volgens mij ben ik ook eigenlijk niks veranderd. Ja. Een paar jaar ouder, maar dat is het dan ook wel. Maar dit is alweer een professionele foto bijna, hè? Bijna wel, ja. Ja, mijn vader, die kon dat echt heel goed. En maar misschien heb ik het ook een beetje van hem. Maar het is nog steeds geen selfie. Nog steeds geen selfie, nee. Zoetermeer, oké. Ja. Goed. Ja, daar wonen ook mensen. Zeker weten, sommigen wonen daar ook heel erg plezierig. Jij dus ook. Je bent er ook naar school gegaan, opgegroeid? Ja, zeker, ja. Basisschool, middelbare school. Mm-hmm. En het was echt een hele fijne tijd. Ik had een buurmeisje met wie ik goed bevriend was. Een andere beste vriendin woonde in de buurt. We gingen altijd varen en fietsen en alles, hutten bouwen. Mm-hmm. Dat is een soort van, een beetje sprookjesachtig eigenlijk. Oké, wat leuk. Ja. En dan heb je de middelbare school achter de rug en dan moet je wat. Dan moet je wat. En toen, ik vond het eigenlijk veel te vroeg om iets te kiezen hoor. Mm-hmm. En ik dacht, ja, wat vind ik leuk? Ik hou van reizen. Ik ga maar iets in toerisme doen. Dus toen ben ik op een reisbureau gaan werken. Oké. En dat heb ik een aantal jaar gedaan bij een tour operator en weer naar een reisbureau. Dus ik boekte vliegtickets voor mensen en af en toe ook voor mezelf natuurlijk, want ik ga zelf heel graag op reis. Mm-hmm. En ondertussen begon ik steeds meer te fotograferen, voornamelijk op vakantie. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, dit is wel. Maar ja, in hoeverre kan ik hier mijn beroep van maken? Dat kwam pas echt veel later. Ja. Maar we gaan nu toch langzamerhand ook naar foto's. Is dit al een beroepsmatige foto? Nee, zeker niet. Dit heeft mijn zus gemaakt op echt een prachtig strand op de Molukken. En daar waren we helemaal alleen. Je moet daar ook echt een hele reis voor ondernemen om daar te kunnen komen. Ja. Maar dat reizen zit echt ook gewoon in ons bloed gewoon. Ja, ja. Oh, wat leuk. Ja. Goed. Ja. Nee, ik dacht dat dit al een van jouw eerste betaalde werken was, maar nee, dat is nog niet het geval. Nee, hoor. Nee, okay. Dus dit heeft mijn zus dan gemaakt ja. van mij. Maar dat reizen, daar worden we echt super blij van. Oké.
Oké. Nou ja, hier zit je... Met mijn zus. Met ja, je zus. Dus wij waren op zoek naar een oud-oom die in Indonesië heeft gewoond. Een beetje als koloniaal, in die koloniale tijd. En we hadden zijn brieven gevonden op zolder naar zijn ouders die in Den Haag woonden. En daar stonden ook adressen op waarvan hij die brieven had verstuurd. Okay. Dus we zijn naar Borneo gegaan en hebben al die plekken bezocht. Okay. En dit was het huis waar hij heeft gewoond. En die waren er nog, die plekken? Die waren er nog. Okay. Ja. Ja, dat was echt, echt een hele bijzondere trip. Ja, echt een ontdekkingsreis. Ja, ja, precies. Ja, zeker. En is in Madagaskar en dan komt er een dame met haar kind, komt je tegemoet lopen en ze gaat precies op de goede plek staan. Ja. En ik word er heel erg blij van portretten. En, Maar dit is nog allemaal liefhebberij. Ja, dit is zeker liefhebberij, absoluut. Okay. En ik begon toen wel steeds meer te denken, hey, moet ik hier niet iets mee gaan doen met dat fotograferen? Ja. 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 Want dit eeltje, wat wil dit zeggen? Ja, dit was ergens op een dag waar ik profielfoto's van mensen maakte. Mm-hmm. En ik begon mezelf steeds meer fotograaf te voelen. Ik had mijn vriend Bart, hij heeft me echt een schop onder mijn kont gegeven. Mm-hmm. Die had een hele goede camera voor me gekocht. Mm-hmm. Hij zei van, joh, je kan het echt wel heel goed, dus doe er maar wat mee. Ja. En ik begon dus steeds meer te fotograferen en de opdrachtjes kwamen langzaam binnen. Ik ging ook naar de fotovakschool in Amsterdam. Mm-hmm. Ik ging iets minder werken op het reisbureau. Dus ik ging naar 4 dagen, toen naar 3 dagen. Mm-hmm. En op een gegeven moment toen moest ik echt gaan kiezen, want soms kon ik geen vrij nemen en kon ik die opdracht niet aannemen. Nee. Ja, dat was niet de bedoeling. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd. Oké. Okay. Wel wat reacties uit mijn omgeving van, joh, zou je dat wel doen? Want je geeft je zekerheid op. Ja. En ik hoorde heel veel, eigenlijk nog steeds, maar van fotografie kan je toch niet leven? Ja. Het zijn ook voornamelijk mannen die dat tegen mij zeggen, nog steeds, als ik ergens sta te fotograferen, maar het is toch wel je hobby? Dus nee, maar goed. Nee, maar er zit natuurlijk een hele treurige waarheid in het feit dat je tegenwoordig met smartphones zulke fantastische foto's maakt dat er in de professionele fotografie steeds minder werk is. Dat is natuurlijk op zichzelf denk ik wel waar, hè? Daar zit iets in, inderdaad. Ja. Maar ook als je een fotograaf inhuurt, dan hoef je zelf niet met die telefoon die foto te maken. Je geeft heel veel werk uit handen. Ja. En gelukkig gebeurt dat nog steeds heel veel. En opdrachten, van wie krijg je die opdrachten? Ik heb wel een aantal vaste opdrachtgevers van bladen, bijvoorbeeld tijdschriften. En die komen dan een paar keer per jaar uit en dan word ik weer gevraagd. Okay. Bedrijven die weer nieuwe foto's nodig hebben, een projectontwikkelaar. Waarbij ik de bouwprojecten fotografeer en dan met name de mensen die er gaan wonen. Mm-hmm. Dat loopt ook allemaal door en via. Moet je veel aan de weg timmeren? Moet je jezelf verkopen? Niet meer, maar in het begin, dat heeft wel eigenlijk een paar jaar geduurd voordat het een beetje ging rollen. Heel veel netwerken, borrels, heel veel social media. Voordat de naam Comjon echt gevestigd is. Precies, ja. Dus dat duurde even. Maar als het eenmaal zover is, dan gaat het een beetje vanzelf. Okay. En ik hoef er nu eigenlijk niet meer aan te trekken. Okay. Nou, dan gaan we nou eens kijken gewoon waar die eerste professionele foto's... Dit ben je nog zelf. Ja, dit is steeds op reis. Ja, dit is mijn zus weer. Dit ben je nog steeds zelf, ja. Dit ben ik weer zelf. Het was in Iran. En wij waren daar op vakantie. In Iran op vakantie? In Iran, ja. Zo? Ja. Iran is echt een fantastisch land om te reizen. Mm-hmm. Om te wonen is het een ander verhaal natuurlijk. Maar de mensen zijn zo vriendelijk. Mm-hmm. Het is een beetje reizen voor beginners. Het is eigenlijk heel makkelijk te doen met het openbaar vervoer. En ik wilde daar heel graag ook een fotoserie maken. En dan die later dan proberen te publiceren. Mm. Dus Ik was op zoek naar dames die een neuscorrectie hadden ondergaan. Of gewoon hele hippe dames in het straatbeeld. Mm-hmm. Dat het een beetje anders is dan wij bij Iran denken. Ja, ja. Is dit zo'n neuscorrectie? Ja, zeker. Ja. Zij heeft net een neuscorrectie ondergaan. En het is een beetje een statussymbool in Iran. Ja, ja. Dus, en ook al laat je niks aan je neus doen. Sommige dames plakken gewoon een pleister op. Oké. Om te laten zien van, hé, ik heb geld, ik kan dit betalen. Dat bestaat dus ook.
Oh, wat maar leuk. Het is echt een ding in Iran. Nou, ja. Nou, maar dit is, hier ben je nog steeds meer reiziger dan fotograaf. Eigenlijk wel. Ik wilde dus wel heel graag die serie maken, maar de vakantie was nummer 1 en dit deed ik er even bij. We gaan verder. Dit is in Servië in een Roma-dorp. Mm-hmm. Ik was met een stichting mee om daar dus het leven te fotograferen. En ik ben er ook 3 jaar later weer teruggegaan. Dus dit is een project, ja, ik wil eigenlijk weer terug. Ik zou eigenlijk vorig jaar gaan, maar dat ging allemaal niet. Nee, dus om redenen die we allemaal kennen. Precies, ja. Dus ik hoop nog wel een keer terug te gaan om dan weer te kijken hoe is het met die mensen. Okay. En dit is allemaal vrij werk, dus hier krijg ik niet voor betaald. Maar dit is gewoon omdat ik het heel leuk vind. Oké. Nou, we gaan nog steeds op zoek naar die professionele foto's van jou. Ja, nee, maar goed, dit is nog even... dit is weer even nog even in het Roma-dorp. Ja. Geweldig. De twee oudste meisjes wonen inmiddels in Duitsland, zijn heel jong getrouwd. Hoe kom je nou aan zo'n foto? Hoe kom je nou in zo'n gezin? Dat is je een beetje bescheiden opstellen. Ja. En als je het vertrouwen hebt, dan kom je overal binnen. Okay. En dat. En hoe denk, hoe weet jij nou van dat zou ik graag willen? Daar zit wat in. Ik had gelezen over dit project. Het was een Leidse stichting. Die gaan elk jaar met een groep studenten naar dat Roma-dorp om de kinderen te vermaken. Ik denk van ja, dit is wel een kans om me aan te sluiten en daar ook... Maar heel ordinair. Heb je deze foto kunnen verkopen? Het is laatst, had ik een expositie samen met heel veel andere fotografen langs het Singelpark, het Leiden Fotofestival. Ja. Daar was dit een onderdeel van, dus deze hing daar best wel groot. Ja. Heeft in het Leidse Dagblad gestaan met het verhaal erbij. Uiteindelijk heeft hij iets opgebracht. Het heeft wat opgebracht. Ja, voornamelijk ook om te laten zien aan iedereen van hey, dit kan ik en dit wil ik. Ja, oké. Goed. We gaan verder. Ja, dit is ook in een Roma-dorp in Roemenië dit keer. Dus daar ben ik ook voor een stichting op pad gegaan. En zij krijgen, deze man krijgt elke maand een voedselpakket. Dat wordt door een Nederlandse stichting. En die stichting heeft jou uitgezonden, als het ware? Ja, dat klopt. Ja, en ik ben daar ook weer teruggegaan 2 jaar later. Dus, En daar kreeg je dus gewoon geld voor? Daar kreeg ik wel geld voor, niet zo heel veel hoor. Snap ik. Ik heb ook die foto's dan willen laten zien aan die mensen natuurlijk. Ik begrijp het. Dit is iets heel anders, want op dit moment ben jij al stadsfotograaf. Geweest. Althans, als we deze foto is een, en de vorige ook al, maar misschien kunnen we de vorige... Ja, was eigenlijk voor die tijd hoor. Oh, was het al voor die tijd. Ja. Oké, goed. Maar de vorige foto, dit moet je even uitleggen. Nou, dit is Omar, hij woont in Havana, Cuba. Mm-hmm. En ik was daar op zoek naar mensen die in de Stars and Stripes lopen. Dus die de Amerikaanse droom willen leven. En ik vond dit wel een leuk beeld, omdat je niet gelijk ziet dat het Cuba is. Je denkt meer Miami of zo. Ja. Ook door die car natuurlijk. Ja. Maar dit is Havana en hij wil heel graag naar Amerika. Dat is zijn droom. Oh, wat leuk. Ja. En dan van Havana komen we dan toch uiteindelijk in Leiden terecht. Want dan word je stadsfotograaf. Hoe word je dat? Het was een oproep. De Stichting Stadsfotografen had als thema The Future Is Now. Mm-hmm. En had dus aan fotografen gevraagd om een plan te maken. Mm-hmm. En die had ik. Ik wilde mensen een kijkje in de toekomst geven. Ja. Dus mensen die een droom hebben of een missie of juist ergens bang voor zijn. Ja. Ik probeerde dan in die foto dat toekomstbeeld te vangen. Ja. En dat vond men een zodanige mooie en ook wat pretentieuze opdracht. Ja. Dat men jou heeft gezegd, nou dan moet jij het maar gaan doen. Klopt. In dat verband hebben we een filmpje van onze collega Marijn Kramp, die jou heeft gefilmd als stadsfotograaf. En we willen graag een deel daarvan, van dit hele mooie filmpje, laten zien. Eelkje Komjon is de stadsfotograaf van Leiden. Als stadsfotograaf onderzoekt zij de toekomstdromen van Leidenaars. Wekelijks portretteert zij een stadsgenoot en hoort zij hen uit over hun dromen voor de toekomst. Dit was de allereerste. Een jongen die piloot wil worden.
En zij stond er afgelopen vrijdag in. Zij is tropenarts en zij is een vaccin voor malaria aan het uitvinden. En zo hebben we het ook over waarom je beter geen dieren kan eten. Zij is vegetariër die erover vertelt. Hij vertelt over dat we meer moeten buiten spelen en hij biedt kampeerplekken aan op verschillende gekke plekken. Varkens verdienen een betere status. En dit is dan het huisvarken van de familie. Dus soms is het een persoonlijke droom, zoals Tommy uit Egypte. Hij wil heel graag regisseur worden in Hollywood. Gaat natuurlijk wel lukken, hè? Maar dromen is belangrijk. Haar fotografische ontdekkingstocht brengt haar dit keer bij Auke Florian. Mooi hoor. Auke is een bioloog die droomt van plasticvrije grachten. En hij laat het niet bij dromen alleen. Hey, je blik is supergoed. Zullen we naar die brug? In zijn kano trekt hij erop uit om de Leidse grachten plasticvrij te vissen. Ilkje zoekt hem op en legt hem vast. Het licht is weg, is heel jammer. Maar straks met licht mee en misschien komt er nog een zonnetje, het zou wel fijn zijn. Ik ben ook blij dat het niet regent. Zou je zo naar boven willen kijken? Sorry? Zou je naar boven willen kijken nu? Is dat leuk? Ja, is aardig. Ja. Daar doe je niet voor, hè? Nee, we gaan voor goed. Of heel goed. En het is leuk als je ook een beetje nog ziet dat lijden is. Dus daar vandaar die reflectie. Ja, ja zo wel. Ja. Ik ga daarheen. Volgende? Ja. Zie haar. Mooi met die schouwburg op de achtergrond. Ja, mooi man. Het is fijn. Dat maakt het wel af hoor, die ketting. Ik ren nu naar de brug. Oh ja. Oh ja. Vertel eens over die app. Het is een gratis app die je kan downloaden. En daarop kan je eigenlijk aangeven wat je ziet aan plastic in de gracht. Dus wat wij het liefst hebben is dat mensen dus op een brug gaan staan. Dan kan je dus de hele gracht goed bekijken, echt de breedte van de gracht. Dan kan je kijken van, zie je nou plastic drijven? En zo ja, hoeveel stukken plastic en wat zie je dan? En waar zitten nou die pijnpunten, die knelpunten waar heel veel plastic de gracht ingaat? En dan kunnen we misschien ook echt de bron gaan aanpakken. Ja. In je eentje als onderzoeker kan je niet zo heel veel aan data verzamelen. Maar ja, samen met de hulp van de leidenaren dan komen een heel eind, denk ik. Dat is een heel mooi eind van het verhaal, trouwens. Wel leuk, Arthur. Ja, dat is een heel mooi filmpje van onze collega's. En geeft ook een beetje aan het thema, hè, van iemand die zegt, ik wil iets doen aan de, of althans tegen de vervuiling. En zo ben je eigenlijk doorgegaan. Beschouw je het als een eretitel, stadsfotograaf? Ja, zeker weten. Okay. Ja, nou, ik merkte ook in mijn omgeving, met mensen die ik tegenkwam, dat zo'n titel, ik ging opeens stijgen in aanzien. Ja, ja. Ja, ik vond het, en ik vond het heel erg leuk om, ja, om dat een jaar lang te kunnen doen. Ja. Dat je ook het vertrouwen krijgt. Ja. Dat ze denken van, nou, jij kan dit een jaar volhouden. Ja, ja. En in het Leids Dagblad heb je natuurlijk iedere week heb jij een foto kunnen publiceren met een verhaal erbij. Ja. Wat natuurlijk ook geweldig is, want eigenlijk heb je dan gewoon een jaar lang toegang tot een heel belangrijk medium in Leiden. Zeker. Ja, zeker. Dus eigenlijk elke week een soort van promotie, ja, voor je werk. Ja, ja, zeker. Nou, we gaan een aantal, ja, van die filmpjes gaan we zien. Wat is dit voor een jongen? Ja, dit was mijn eerste foto. En ja, hij wil heel graag piloot worden. En ik kreeg allemaal commentaar in mijn mailbox op de dag dat dit is gepubliceerd. Dat het pak, dat het geen pilotenpak is, maar het is van de marine. Dus ik had wat boze oud-mariniers die mij gingen mailen. Dus toen dacht ik van, oh, dit is wel heel leuk dat het echt wordt gezien. Ja,
Zeker. Ja. Zeker, zeker. En het is ook heel mooi dat je op deze manier de reacties uitlokt en zo. Ja, hè? Dat was niet helemaal de bedoeling. Ach, wie weet. Ach, wie weet. Goed. En deze foto, de volgende. Die... Ja, dit is Jeroen Windmeijer. Ja. En hij maakt zich druk over de steeds meer de tegeltuintjes die steeds de kop opsteken. Ja. Dus mensen die hun tuin onderhoudsvriendelijk maken, waardoor de natuur eigenlijk geen kant op kan. Ja, Jeroen Windmeijer is de thriller-auteur in Leiden, die ook in Licht op Leiden bij Rens Hierwe is geweest. Ja. En die je ook op allerlei wijzen aan de weg timmert, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. En dit is, dit is ook weer iconisch natuurlijk. Hier is iemand aan plastic surfen, hè? Ja, precies. Dit is Marijn Tinga, de plastic soep surfer. We kennen hem. Hij is natuurlijk, hij strijdt tegen het plastic, de plastic vervuiling. En al het plastic wat in de zee is, dat is echt een groot vraagstuk. Hoe moeten we dat oplossen? Dus hij zorgt voor bewustwording. En dit is echt zijn angstbeeld. Ja. Dat de zee op een gegeven moment dat het een plastic bolwerk is. Dus ik heb hem laten surfen op een zee van plastic. Ja, wij kennen hem natuurlijk als activist op dit gebied. Ook in het Leids Dagblad natuurlijk voortdurend aanwezig. Ja. En zo komen er een aantal dingen samen in. Wat ik ook weer echt een iconische foto vind, moet ik zeggen. Jij mag dat natuurlijk niet zeggen, maar ik wel. Je mag het alleen denken, toch? Ja. Ja. En dit? Ja, dat is Tim Juffermans, een kunstenaar. En hij denkt dat de mensheid het op een gegeven moment gaat verliezen van de natuur. Dat wij aan ons eigen succes zullen ondergaan. Dat de natuur alles weer terugneemt wat het heeft gemaakt. Ja. En dit was in Hartje Leiden. Nou, niet Hartje. Het is in Leiden, bij de Willem de Zwijgerlaan, waar ook een brug stond opgeslagen. Ja, ja, ja. Als je deze foto ziet, dan... En dan lijkt het ook net alsof die ieder moment omlaag kan storten. Hè? Want dat zit er, die dreiging zit er ook wel in. Ja, het heeft wel iets dreigends. Ja, een hele suggestieve foto. Beetje apocalyptisch. Ja, dat is zeker. Ja, ja. Maar dit is weer een stuk positiever, toch? Ja, zeker. Dit is Sami. Zij is kunstenares. En zij was in Iran, waar zij woonde, kunstdocent. Mm-hmm. En zij wil eigenlijk dat wat ze daar had, wil ze hier weer terugkrijgen. Mm. En het is haar ook echt aan het lukken, want zij is nu pas begonnen als docent bij het Da Vinci College. Heb jij dat wel meer, dat je ook nog een beetje volgen kan? Ja. Wat er met een foto of wat er met mensen op een foto gebeurt? Zeker, ja. Okay. Ja. Sami is dan ook een vriendin van mij. Ga je daar ook wel achteraan soms? Ja, nou, ik vind het heel leuk om een beetje te blijven volgen natuurlijk. Ja. En ik zit al een beetje te denken, moet ik misschien over een x aantal jaar, 10 jaar, bij iedereen nog eens aankloppen, hoe gaat het met je? Is jouw droom uitgekomen? Ja. Dus dat is iets voor de lange termijn, maar ik vind het, sowieso link ik dan op Facebook en ik hou alles een beetje in de gaten en soms hebben we ook echt contact. En nog eens een keer over 10 jaar de hele zaal overdoen, dat hou je in portefeuille. Ja, nou, dat zou kunnen. Ik zou dat zeker in gedachten houden, ja, zeker. Ja. En dit is ook zo'n mooie, deze foto die siert jouw website ook, heb ik begrepen. Ja. Maar je moet het wel even uitleggen. Want mijn vrouw die zag hem en die zei, wat is dat nou precies? Ja, het roept wat vragen op. Ja. Ja. Dit is Marijke Langeveld en elke winter gaat zij wekelijks het water in. Mm-hmm. En zij is dan echt één met de natuur. En dat is ook waar we een beetje op zoek naar moeten. Ja, ja. En ook in deze tijd dat je veel thuis bent, ga juist naar buiten, word één met de natuur, zoek je eigen vakantiegevoel in je eigen stad, in je eigen omgeving. Mm-hmm. En dat eentje, dat symboliseert dus ook de natuur en dat je het ook zelf kan creëren. Prachtig, prachtig, prachtig. Volgens mij zit de laatste foto van de Leidse periode, hè? Dit is ook zo'n hele mooie. Ja, het gaat over elektrische wagens. En mijn zwager had zo'n auto van de zaak. Ja. En de kindjes denken dus dat je aan een lantaarnpaal kan laden. Misschien iets voor de toekomst. Ja. Ja, precies. Ja, heel mooi. Ja, en deze hebben we ook nog, Solava uit Soedan. En zij is politieke activiste. Oké. Okay.
En zij heeft ook meegeholpen om eigenlijk de dictatuur te brengen vanuit Leiderdorp. Vanuit Leiderdorp, wat je vanuit Leiderdorp allemaal nog niet in Soedan voor elkaar kan krijgen. Ja, precies, daarom. Dan denk ik dat dit het was van de hele serie rond de stadsfotografie. En dan is de vraag natuurlijk, houdt het leven dan een beetje op als je dat niet meer bent? Heel even wel, maar dat was heel fijn, want zo'n jaar is heel intensief. Je moet echt wekelijks een foto hebben. Ja. En op een gegeven moment ben je door de buffer heen en dan... Mm-hmm. Dan moet je heel hard aan de slag. Dus daarna had ik even geen vrij werk meer. Mm-hmm. Dat ben ik nu weer een beetje aan het oppakken. Okay. En ik heb natuurlijk gewoon mijn opdrachten, dus voor opdrachtgevers. Ja, en hoe moet ik dat nou zien, die opdrachten? Moet je dan voor een bedrijf op reis of moet je... Nou, dat reizen, dat zit er niet echt in nu. Nee. Maar ik maak wel portretten voor tijdschriften bijvoorbeeld. Ja, ja. Stichting Yes ben ik nu weer een nieuw magazine aan het maken. Het zijn 15 portretten die erin komen. Mm-hmm. En ook bedrijven die portretten nodig hebben of reportages. Ik was laatst voor een spoorwegbedrijf, Sporlutions, op treinen aan het fotograferen. Mm-hmm. En portretten, dus van de mensen die er werken. Dus en er zijn ook congressen, nu niet zoveel natuurlijk, maar evenementen. En er zijn echt heel veel foto's nodig ook. Mm-hmm. En willen ze dan niet die bedrijven vaak gewoon gelikte foto's? Waar iedereen heel mooi op staat, zonder dat daar misschien jouw gedachten bij zijn? Die doe ik ook wel hoor. Maar ik heb geen studio bijvoorbeeld. Ik werk altijd op locatie. Mm-hmm. En ik doe qua nabewerking, als je zegt maak me 10 jaar jonger, dan doe ik dat niet. Nee, nee. Ik wil wel een beetje verzachten en zo, maar ik ga daar niet zo heel ver in. Nee. En dat weten mensen ook. Ja, ja. Dus, het is ook, wordt wel steeds meer van nu dat mensen toch wel realistische beelden willen. Oké. Okay. En dan net wat mooier. En dan net wat mooier, ja, ja. Precies. Waarbij toch het niet vanzelfsprekend is dat alleen het bedrijf en de goedheid van het bedrijf voorop staat. Ik stap er natuurlijk wel in om er iets moois van te maken. Ja. Maar ja, ik zorg wel dat het een mooie kant is. Het is vooral jouw invalshoek waardoor mensen zeggen van... hé, nou, dat is nou toch net iets anders dan wat we zelf zouden kunnen en zo. Want iedereen kan nogmaals met dat stomme apparaatje... kan die de prachtigste foto's maken. Maar dat is toch net weer anders dan... Fotografie is meer dan dat. Juist, het is ook contact maken met je model en de juiste plek zoeken en de compositie. En het is ook, niet alleen het aantal pixels. Het is ook dat zien wat... anderen niet direct zien, precies. Denk ik. Ja, ja, precies. En dat gaat je goed af. Je bent dus alweer volop bezig. Vertel. Ik ben dus voor Stichting Yes ook weer vol aan de bak nu. En deze foto heb ik 5 jaar geleden gemaakt. In dit gezin ga ik binnenkort weer fotograferen op dezelfde plek. Oké. Dus dat is leuk dat het dan weer terugkomt. Dus die verhalen van dat terugkomen, daar ben je al mee bezig? Ja, dat vind ik altijd echt heel leuk om te kijken. Okay. Wat. Dus er is leven na de stadsfotografie? Ja, gelukkig wel zeg. Okay. En? Dit is Juri en ik ontmoette hem vorige maand op een feestje, toen het nog net kon. En hij wil kooivechter worden. Ah. En nu vind ik dat die sportdiscipline niet zo interessant, maar wel waarom wil je dat? Ja. Dus ik ben van plan hem te gaan volgen. Oké. Wat leuk. En ik weet niet hoe het afloopt, dat weet niemand. Nee, oké. Nou, wij hebben het afgelopen half uur ademloos gekeken naar al die schitterende beelden van jou. Daarvoor moet ik je, ik denk ook namens alle kijkers, zeer bedanken. En ook de manier waarop je dat allemaal hebt willen toelichten voor ons. We wensen je heel veel succes in de toekomst. We hopen je nog eens gauw terug te zien in Leiden. Zij het dan niet met het label stadsfotograaf, maar gewoon als diegene die die mooie foto's van ons en van onze mooie stad gemaakt heeft. We bedanken je daarvoor. Volgende week is er alweer een andere aflevering. Rens Heerewer is dan in gesprek met Michael Juffermans. Michael Juffermans is de chef kabinet van de burgemeester, Henri Lemfrink. En eigenlijk ook zo'n beetje zijn rechterhand.